Want er is onderzoek gedaan naar de gevolgen op jonge kinderen die sporten. Ja, zo'n gemist jaar, dat kan ervoor zorgen dat we over een paar jaar minder doorstroming zien richting de topsport. Dat zegt Hugo van der Poel, die heeft onderzoek gedaan voor het Mulier Instituut. En vooral bij sporten als zwemmen en turnen, waar het van groot belang is dat je op jonge leeftijd echt al flink wat trainingsuren maakt, zijn ze bang dat het effect van het coronavirus later heel pijnlijk zichtbaar wordt. Een verloren generatie, nou daar wil van der Poel niet van spreken, maar er zijn zeker kinderen die in het afgelopen jaar of komend jaar, ja, eigenlijk die stap zouden maken richting de topsport, maar die nu stilstaan in hun ontwikkeling. Ja, je moet er toch niet aan denken dat er geen nieuwe Epke Zonderlandjes of Ranomi Kromo Wijojo's bijkomen. Ja, dat zijn toch de helden waar we altijd blij van worden. Ja, Eileen, je hebt een dochter van 8. Ja. Ook een leeftijd waarop je dus kan gaan sporten en echt flink goed kan worden. Doet zij aan sport? Nou, enorm sportief is ze. Iedere dag buiten het liefst. Nou, zwemmen heeft ze toevallig B gehaald, maar we zitten al een jaar op zee en even, nou ja, eruit betekent daar ook echt uit. Hè? Het is echt wel, nou ja, een bewegelijk meegaand kind. Maar je ziet dat ook bij haar. En verder doet ze ook aan teamsporten. Je merkt dat als ze er echt helemaal uit is, dat ze ook minder zin krijgt. Terwijl, nou ja, als een kind gewoon normaliter 7 dagen in de week het liefst buiten is, het liefst speelt, het liefst sport. Merk je, zie je dat verschil nu in een jaar wel een beetje? Ik denk wel dat kleine kinderen wendbaar zijn, dat als het straks helemaal open is, dat je het alweer snel vergeet. Dat is ook wel weer de andere kant, denk ik.